Het is eindelijk weer zover. Met Wolda heeft weer haar wielerwedstrijd. Vandaag vindt hier de eerste blauwe stad ploegentijdrit plaats. Niet zomaar een ploegentijdrit, maar een ploegentijdrit van internationale allure. Zo komen aan de start de ploeg van Leontien NL, Redsun, Flexpoint en DSB Bank. In de volgende videoreportage kunt u er meer over zien. De eerste wielrenners zijn het parcours al even aan het verkennen. Finish van de wedstrijd is hier aan de Nieshoordlaan. Midwolda is er helemaal klaar voor. De vlaggetjes hangen al uit. En de eerste mensen hebben stoeltjes alvast neergezet. Ook bij de start aan de Hoeslaan worden inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen. En natuurlijk is Leontien NL ook aanwezig. Overal zijn de ploegen zich al aan het inderfietsen. En ook hier is men bezig zich warm te draaien. Bij mij staat Bas de Haan uit Meerhuizen. Ben jij ook een van de kanshebbers? Nou, kans hebben we niet direct, maar ik heb net 2 maanden blessure gehad. Maar we doen natuurlijk ons uiterste best om hier een mooie tijd neer te zetten. Meneer Swiers, de ploegentijdrit Blauwe Stad lijkt me een geweldig opsteken. Ja, klopt. Men kwam vrij laat, maar wij hebben als gemeentebestuur gezegd van hier moeten we meewerken. Er is weer een kans om Oostwold, Midwold en het Toldaat meer in elkaar te zetten. Dus vandaar dat het is allemaal gelukt. Je ziet een drukte van belang. Het is gezellig in het dorp. Ja, en daar zijn we dus een paar jaar geleden mee begonnen. We hopen dat de komende jaren nog mee doorgaan. Wielerland is de eerste ploeg die gaat vertrekken. Om de 2 minuten volgt er een ploeg. De wedstrijd gaat rond Blauwe Stad. De lengte van het parcours is 35,2 kilometer. De deelnemende ploegen maken deel uit van de beloftenploeg. En daar hebben we dan de start van de eerste ploeg. De Adelaar gaat niet vertrekken. De volgende ploegen maken zich klaar voor de start. En daar gaan ze dan weer. Vertrokken dus het RSC Cycling Team. De fietsen worden hier nog even geïnspecteerd. 3, 2, 1, start! De motoren staan klaar voor de begeleiding van de renners. En volop toeschouwers natuurlijk bij de wedstrijden. Bij mij staat Thijs Rondhuis van de wielersportvereniging Groningen. Thijs, waarom heb jij gekozen voor Blauwe Stad als locatie? Ja, het is natuurlijk een prachtig gebied met de rechte wegen. Vier dorpen waar men wielerenthousiast is. Omloop van Scheemda en Ronde van Finsterwolde zijn hier de laatste wedstrijden. Nou, het werd de hoog tijd dat hier weer eens een mooi wielerevenement in de regio zou plaatsvinden. Denk je dat het parcours voor voldoende spanning kan zorgen? Ja, het is een parcours met veel rechte wegen. Er staat heel veel wind. Het is erg selectief vandaag. Ja. De laatste ploeg aan de start. Ook de laatste ploeg vandaag hier vertrokken met Assito Kraft Cycling Team. En we gaan hun applaus geven, want ze zijn de derde van Nederland. Ja, ja. Fantastische koers vandaag. Dankjewel. En ook de felicitaties en de bloemen vandaag. Nog even applaus geven voor de foto's. Wat vindt u van de Blauwe Stad ploegentijdrit? Geweldig. Hartstikke mooi. Dat moet iedere keer weer komen. Ja, heel mooi, alleen een beetje te veel wind. Er gebeurt weer wat in het dorp. Dat is goed voor het dorp. Dat is goed voor de promotie van de Blauwe Stad. Ja, ik vind het prachtig. Hartstikke mooi. Ja, hartstikke mooi, hè? Een sensatie in het dorp. Volgend jaar weer. Dat is, en ook de parcours, ik vind het hartstikke mooi. Bij mij staat Irene van den Broek. Irene, denk je dat je ploeg Leontien NL voldoende revanche kan bieden hier met Wolda? Ja, ik denk dat we zeker met een hele goede ploeg aan de start staan. Er staat er ook een andere ploeg, Cepelo, een wereldploeg aan de start. Dus ik denk dat het wel heel lastig wordt worden om die ploeg te kloppen. Maar we willen zeker een goed resultaat boeken. Zeker ook omdat we eerste staan in het ploegklassement. Dat is toch competitie. Dus met een goed resultaat hier is het natuurlijk wel het mooiste om dit klassement te gaan winnen. Ben jij je eigen mechanicien? Ja, zeker.
dames kunnen natuurlijk ook alles. Zeggen, ja, dat oh, ook dat. Hoe staat... Niet te lang filmen hoor, want dan ziet het toch uiteindelijk niet lukt. Hoe staat jouw ploeg ervoor? Ah, we hebben twee zieken, dus dat is een beetje jammer. Dus we zijn maar met vijf, maar we gaan er toch wat moois van maken. De dames zijn zich ook al even aan het warm draaien. Word je daar nu ontzettend moe van alvast? Nee, als je het goed doet niet. Het is niet de bedoeling dat je er boeien van wordt. Maar het is belangrijk om goed warm aan de start te staan. Ja. Er staat een behoorlijke wind, daar ben je niet zo blij mee, denk ik. Nee, niet echt. Ja, het is wel mooi natuurlijk. Voor helemaal in de tijd dat het is, wind is natuurlijk wel heel fijn. Maar dit is wind tegen storm aan. Maar in ploegtijd is het wel wat enger, maar het komt wel goed. De dames van Heeprokozijnen vertrekken al voor het eerst. Deze wedstrijd telt mee voor de ploegenklassement, de rijke competitie. Het regent dat het giet. Vertrokken dus het Tom van Bommelen. Vertrokken dus het team Flexpoint in de slagvolgorde zoals het moeten gaan doen. 45 seconds. Vertrokken DSB Nederland. En het is voor de politie de laatste ploeg. Ze zijn weg. Deze mensen hebben een eretribune. De Velo met Sarah Duster. Ja, ja. Wat vonden jullie van het parcours? Winderig. Je hebt veel last van de wind gehad. Ja, op zich... Ja, het parcours was wel mooi. In het begin was het even een paar keer. Team Cervelo, please will you come to the prize giving. Maar uiteindelijk waren het mooie lange rechte stukken. En ik denk dat de wind vandaag wel een rol heeft gespeeld. En dan mag je blij zijn dat je zo'n nieuwe burgemeester hebt. En dan denk ik, ja, 1 januari een nieuwe gemeente Oldambt. Dat wijzigt dan natuurlijk niet. Want ik zeg altijd, dat is oud en voortgezet beleid dus. Absoluut, ik ga ervan uit dat de nieuwe gemeente, de nieuwe burgemeester dit ook een warm hart toedraagt. Was de tijd die jullie gemaakt hebben, die weet je ongetwijfeld, 46-11, was dat een verrassing of zeg je van, nou, dat was toch wel een goede tijd voor ons? Ik vond dat op zich dat onderweg niet eens echt heel goed liep, maar ik had eigenlijk wel verwacht dat ze vele voor ons zou zitten. Het zijn allemaal Nederlandse dames. Leontien.nl. Dat is een applaus geven natuurlijk. Hè. Ja, fantastisch. Wat een mooie overwinning. In die rijke topcompetitie. Prima.